is Jan Bart. Jan Bart is de maker van dit filmpje. En van nog heel veel meer hoor. Van goede comedy shows, prachtig MC-werk en opwarmen en van alles en nog wat en zo. Jan Bart beklimt de top van de Vlaamse comedy. De top! Ja, blauwe deur. De top, de heuvel heeft ook een top. Dat is waar. En een vluchtheuvel heeft ook een top. Dat is waar. Maar Jan Bart kan ook een bergtop beklimmen. Als hij vermagert. Welkom bij de 36e aflevering van Jan Bart. En ik denk dat de blauwe deur net iets te veel gedate heeft met de blauwe spannende hemd. Maar dat terzijde. Want na 2 weken blokken kwam er eindelijk een einde aan al die rust en kalmte. Dat mag je wel zeggen, Jan Bart. Want rust en kalmte, dat is niets voor ons, hè. Deze week is het begin van het tweede semester. Dus we mogen terug naar Gent en terug naar de universiteit. Deze week staan er ook 2 optredens gepland en daar kijken we alvast enorm naar uit. Gelukkig hoefde ik niet lang te wachten en kon ik rechtstreeks van de les doorrijden naar optreden nummer 1. Helemaal juist, en dat eerste optreden, dat is dankzij Bart opnieuw. Bart die we nog kennen van de vorige keer hier in de Keizer in Ninove. En dat is een try-outje van 8 minuutjes en dat gaat weer gezellig zijn, niet Bart? Dat zal wel zijn. Eén grote band zien. Allemaal exact van die oven. We doen alles dat hier perfect op zwart. Ik zie alleen maar blond bier. Niet alleen dat eerste optreden vond plaats op een vertrouwde locatie, want... Dat tweede optreden, dat is hier in Gent, in Comedy Club Roes. Het is voor de vlog. Hallo, kijkers. Iedereen gaat sowieso in een typetje, in een personage komen. Dus ze staan er niet als zichzelf, ze gaan hier allemaal staan als fictieve figuren. En ik heb de eer en het genoegen hen allemaal aan te komen. Anne-Marieke! Theo! Keizer, Saar, El Presidenti, meneer de Premier! De eerste blinde comedie van Vlaanderen! Onze 11-jarige Shania! Henk Hassels! Jerry de Zanger! Ridder Driesje! Sam de Eend! De Blauwe Deur! Ik ben blij dat ik hier geraakt ben, het was nogal veel wind. En ook ikzelf heb me kostelijk geamuseerd. Ja, logistiek is dat top, hè, natuurlijk. Ik heb het gevoel dat ik hier momenteel zo'n Zoom-meeting aan het doen ben en dat mijn achtergrond verandert. Kortom, het was daar een fijne beestenboel. En zo komen we aan het eind van de 36e aflevering van Jan Bart. Dank u wel Maarten Dane om de perfecte opener te zijn voor deze aflevering. En ik hoop dat ook mijn eigen professionele afscheidsnemer de ideale quote gevonden heeft om deze stormachtige week af te sluiten.